Hi, het is Tim hier. En in deze video ga ik je 4 redenen geven waarom mannen je negeren of geen aandacht meer geven. En de eerste, meest voorkomende reden dat een man je negeert, en dat is vooral, ik krijg best wel vaak van die mails van vrouwen waarbij ze dan zeggen van ja, hij reageert niet meer op mijn WhatsAppjes. Waarom denk je dat hij dat doet? Of waarom doen mannen dat? En ja, ik vind dat altijd een beetje een gekke vraag. Ik heb natuurlijk geen glazen bol waarmee ik op afstand bij een vreemde man in zijn hoofd kan kijken. Maar aan de andere kant, met een klein beetje gezond verstand, denk ik dat het op zich wel logisch is dat hij, als hij je leuk zou vinden, dat hij dan in ieder geval wel had gereageerd. Dus je kan wel redelijk makkelijk aannemen dat hij in ieder geval niet leuk vindt. Misschien vond hij je eerst wel leuk en nu niet meer. Of misschien is er wat anders gebeurd. Misschien is hij weer bij zijn ex, dat weet ik allemaal niet. Maar hij vindt je in ieder geval niet heel erg leuk. Anders zou hij je sowieso niet negeren. Dus wat logisch, dat weet je zelf ook wel. Het is eigenlijk al stom dat ik deze zeg. Maar in ieder geval voor het geval dat, heb ik het gezegd. Tweede is, hij is druk. En dit is iets wat vrouwen best wel onderschatten. Ik heb ook best wel vaak dit soort vreemde misverstanden gehad met vrouwen. En ik merk ook van met vrouwen dat jullie soms heel veel waarde hechten aan momenten waarop we je straal negeren. Simpelweg omdat we het druk hebben of omdat we het niet doorhebben. Stel, je bent bijvoorbeeld je bent op een feestje en je ziet er allemaal bekenden en vrienden en je loopt van de ene kant van de ruimte naar de andere kant van de ruimte. Wat er gebeurt in een man zijn hoofd, wat hij dan ziet is van, hey, hij ziet het einddoel waar je naartoe moet, dat is de andere vriend daar aan de andere kant van de ruimte en dan loopt hij daar naartoe. En dan loopt hij daar recht op af en daardoor ziet hij niks. Hij ziet niet dat hij jouw straal voorbij loopt. Dus dan kan het zo zijn dat je ineens denkt van, wauw, hij negeert me gewoon straal, dat je er dagen over in zit. Terwijl er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand is, hij zag je gewoon niet. En iedere vrouw die ooit met een man heeft samengewoond, die weet precies wat ik bedoel. Van, als er wat troep op de vloer ligt, hij loopt van de woonkamer naar de keuken, ziet hij dat ook niet. Simpelweg omdat hij bezig is met zijn einddoel en niet bezig is met wat er in zijn omgeving gebeurt. Andere manieren dat hij druk heeft. Als je het heel druk heeft met het werk, stel bijvoorbeeld, je krijgt een berichtje van een vrouw en denkt, ik ben de komende 4 dagen toch heel druk aan het werk en we kunnen niet afspreken. Dan kan het zomaar zijn dat hij denkt, nou, dan reageer ik over een paar dagen wel even. En hij snapt niet dat jij daar helemaal gek van wordt, zeg maar, als hij dat doet. Dus ja, hij is druk, is een hele belangrijke. Andere is, hij is verlegen. Stel, het is bijvoorbeeld een man die niet zo heel erg goed kent, of hij, die je maar via vrienden kent of zo. En die man geeft altijd aan iedereen aandacht, maar aan jou niet. Hoeft dat helemaal niet te betekenen dat hij jou niet leuk vindt. Het kan simpelweg zijn dat hij gewoon niet zo goed weet hoe je met je om moet gaan. En zelfs, zeg maar, als je heel erg leuk vindt, hoe leuker hij je eigenlijk vindt, hoe lastiger het voor hem wordt om naar je toe te komen. Dus verlegenheid kan een heel groot ding zijn. En de vierde en laatste reden dat een man je negeert, is omdat hij boos is. Als een man boos is, wil hij gewoon even niet met je communiceren. Dan kan hij even een paar dagen niks meer van zich laten horen. En weet je, als dat gebeurt, dan is dat eigenlijk ook prima, zeg maar. Van het belangrijkste, zeg maar, voor jou om dan te beseffen is, als jullie een ruzie hebben gehad en hij laat even een paar dagen niks van zich horen, geef hem tijd om het te verwerken. Laat hem even een beetje in zijn sop gaar koken. En wacht simpelweg. En de vierde en laatste reden dat een man je negeert, is omdat hij boos is. En in dat geval, stel jullie hebben echt een ruzie gehad en er is echt een conflict geweest. En hij laat een paar dagen niks meer van zich horen. Dan is dat prima. Dat is helemaal niet zo'n slecht teken. Hij heeft soms even wat tijd nodig om het te verwerken. En hij heeft even wat tijd nodig om van die boosheid af te komen. Ik weet dat vrouwen kunnen wel eens boos zijn en dan stil zijn. Maar eigenlijk toch willen dat wij vragen wat er aan de hand is, zodat ze het kan delen. Maar bij mannen is het meestal gewoon zo dat hij even tot rust wil komen. En het beste wat je dan kan doen, is hem gewoon eventjes laten gaan en maar even laten voor wat het is. Nou, dit zijn de 4 belangrijkste redenen dat mannen je negeren. Ik heb een artikel geschreven met in totaal 13 tips
om zijn aandacht weer terug te krijgen als hij je negeert. Nou, als je dat artikel wil lezen, klik dan even een link in de omschrijving hieronder de video. En dan leg ik je precies uit wat de beste manieren zijn om de aandacht te krijgen van een man en hem ook echt te houden en hoe je het het beste mee om kan gaan mocht hij je alsnog negeren. Dus klik op de link hieronder in de omschrijving en dan zie ik je in de volgende video. Doei!